Als ik dit opneem, is het de dag na moederdag. En als je mij al een tijdje volgt, dan heb je misschien al wel eerder gezien dat ik regelmatig iets deel over de onzichtbare, maar oh zo voelbare invloed van je familiesysteem. Je familiesysteem kan je niet zien, maar heeft op onbewust niveau een enorme invloed op jouw dagelijks leven. De invloed van je familiesysteem kan je op heel veel manieren merken, maar ik zal je een paar voorbeelden geven. Bijvoorbeeld als je merkt dat je in een bepaald patroon zit, dat je wel herkent bij jezelf, maar dat er een soort ongrijpbare trekkracht is waardoor je het niet lijkt te kunnen veranderen. Je zou het bijvoorbeeld kunnen merken in relaties, doordat je maar telkens niet de juiste persoon treft. Of in um, alle relaties die je aangaat, waarbij je maar telkens dezelfde thema's blijft tegenkomen. Je zou het kunnen merken op werkgebied, bijvoorbeeld doordat je ervaart dat je telkens maar niet op de juiste plek terechtkomt of elke keer promoties misloopt. Alsof er een onzichtbare hindernis is die je maar niet lijkt te kunnen nemen. Of als je aan bepaalde thema's al veel hebt gedaan in de vorm van therapie of coaching, maar je merkt toch maar beperkte vooruitgang. Dan zou het heel goed kunnen dat het waardevol is om hier eens systemisch naar te kijken. Je familiesysteem is vooral voelbaar en wordt beïnvloed door onbewuste loyaliteiten, door transgenerationeel trauma, door verstrikkingen, verborgen verhalen, verborgen daders en slachtoffers. Maar je familiesysteem bevat ook krachtbronnen. Nou. Aan het einde van deze podcast weet jij welke invloed de relatie met je moeder heeft op jouw leven. Net zoals ik niet kan uitleggen hoe de kleur blauw eruit ziet, kan een opsteller, hè, dus degene die een opstelling faciliteert, niet uitleggen wat nou een familieopstelling precies is. Onze linkerhersenhelft heeft behoefte aan uitleg en analyse en logica en die wil ik begrijpen, maar. Een familieopstelling raakt juist het onzichtbare. Het voelbare, intuïtieve veld van energie en informatie. En onze linkerhersenhelft wil graag fixen en oplossen, snappen wat er aan de hand is en een actieplan voor een oplossing. Maar de helende werking die uitgaat van een familieopstelling gaat juist niet over repareren of corrigeren. Het gaat over het zichtbaar maken van dynamieken, en juist in het zichtbaar maken, het aankijken, zit de heling. En daar hoeft niks aan veranderd of gefixt te worden. Als het gezien wordt, ontstaat er een innerlijke beweging op zielsniveau. Die heling in gang zet. Een familieopstelling werkt op onbewust niveau, dus op dat zielsniveau. En hoewel het absoluut mogelijk is dat er een enorme verandering plaatsvindt na een familieopstelling is het niet bedoeld als quickfix of om je nieuwsgierigheid te bevredigen. Een familieopstelling doe je omdat je zelf thema's hebt waar je tegenaan loopt en waar je naar wilt kijken zodat je een helende beweging in gang kan zetten. Transgenerationeel trauma reist van generatie op generatie totdat iemand ermee aan het werk gaat en het patroon doorbreekt. En niet genezen pijn uit vorige generaties blijven we op celniveau met ons meedragen. He, jij bestaat voor de helft uit je biologische vader en voor de helft uit je biologische moeder. En ook zij bestaan weer allebei voor de helft uit hun eigen ouders en zij weer uit hun eigen ouders. Dus je kan je vast voorstellen wat een enorme waaier van voorouders er nodig is geweest om uiteindelijk tot jou te leiden. En als er ook maar één iemand niet geweest is, was, dan was jij er nu ook niet geweest. Nou, je moeder is je eerste grote liefde in je leven. In de buik ben je letterlijk met haar verbonden door de navelstreng. En je bent ook volledig afhankelijk van haar. He, zolang je in de buik zit, eet je wat zij eet. Maar je voelt ook wat zij voelt. Je bent als het ware helemaal één met haar. Nou, daarna word je geboren en dan wordt de navelstreng doorgeknipt, maar je bent nog steeds volledig afhankelijk van haar. Van haar voeding, zowel fysiek als emotioneel. En een moeder die er niet volledig fysiek of emotioneel kan zijn voor haar kind, kan niet goed contact maken met haar kind en zich daardoor ook beperkt aan het kind verbinden. Een kind zonder fysiek of emotioneel aanwezige moeder zal een kind zijn dat alle pijn absorbeert en draagt. Afwezigheid of zelfs afwijzing van de moeder interpreteren kinderen onbewust als dat er iets mis is met henzelf. Omdat ze voor hun overleving afhankelijk zijn van hun moeder, passen kinderen zich dan onbewust aan om toch te krijgen wat ze nodig hebben. Liefde, veiligheid, verzorging. Nou, die aanpassing gaat dus desnoods ten koste van zichzelf. Dus je offert je dan als het ware op om voor je moeder te zorgen. En let op, dit gaat echt volledig onbewust. Hè? Je zorgt bijvoorbeeld door je moeder door haar te ontzien of door haar te pleasen. Nou, sommige moeders zijn zelf veel te kort gekomen en zoeken Opvulling daarvan door hun kinderen. He, dus de kinderen moeten dan als het ware compenseren waar zij zelf zo naar verlangd had, maar niet gekregen heeft. He, en het wordt dan een vorm van loyaliteit aan je moeder om beperkende overtuigingen te internaliseren. Systemisch gezien zorgt het kind dan op emotioneel vlak voor de moeder en dat gaat altijd wringen omdat het systeem niet op die manier geordend is. In het systeem zorgen moeders voor kinderen en niet andersom. Dat is een wetmatigheid, een ordening die gewoon zo bepaald is. In het volwassen leven van de dochters blijft die dynamiek dan vaak een rol spelen. De dochter is dan bijvoorbeeld onbewust bang om haar moeder af te wijzen, als ze zelf wel haar eigen volledige potentieel zou benutten. Maar voor je eigen kwaliteit van leven, voor je eigen gezondheid. Maar ook voor die van jouw eigen kinderen en voor de positie van de vrouw in het algemeen, mag je die moederwond, zoals we dat noemen, helen. In onze maatschappij worden de mannelijke kwaliteiten nog steeds het meest gewaardeerd: hè? kracht, macht, ratio, logica, analyse, feiten, dominantie. Eeuwenlang is het vrouwelijke onderdrukt geweest en nog steeds. Het zachte, zorgende, intuïtieve, verbonden, natuurlijke, moederlijke heeft een heel andere maatschappelijke positie. Van vrouwen wordt verwacht dat zij persoonlijke ambities opzij zetten voor hun gezin. Of, als ze toch die ambities willen najagen, dan ook nog perfect het gezin draaiende houden. Onbewust hebben moeders dus generaties lang geleerd om hun eigen behoeften ondergeschikt te maken aan het zorgen voor anderen, hè, ten dienste staan van anderen. Mijn schoonmoeder bijvoorbeeld komt uit een gezin waar haar vader vond dat meisjes niet hoorden te werken. Maar mijn schoonmoeder die wilde wel werken. En ze trouwde met mijn schoonvader en ze begonnen hun eigen bedrijf. Maar ze is altijd trouw gebleven aan die opvattingen binnen haar gezin van herkomst. He, dus niet alleen werkte ze zich krom in de zaak, maar haar huishouden was ook altijd tip-top in orde. Nergens een stofje te bekennen, nooit een vlekje te zien. En dat is tot op de dag van vandaag het geval. Ook al werkt ze al die tijd al niet meer. He, en de overtuiging, wat zullen de mensen ervan denken, is heel sterk. En een onzichtbare drijvende kracht die bepalend is voor doen en laten en voor zeggen en zwijgen. En dit soort onzichtbare druk werkt voor de meeste vrouwen verstikkend, ook weer onbewust hè. Het roept woede en depressie en angst op. En als daar niks aan wordt gedaan, hè, wat in patriarchale culturen vaak het geval is, dan wordt deze pijn niet geheeld, maar op onbewust niveau overgedragen op dochters. Nou, misschien vallen er nu allemaal kwartjes bij jou, en misschien kan je wel helemaal niks met dit verhaal. Misschien denk je wel, ja, maar ik ben nu toch geen kind meer, dus dit gaat helemaal niet over mij. He, ik ben nu volwassen, dus die kinderlijke dingen hebben helemaal geen invloed meer op mij. Of misschien voelt het wel heel spannend om kritisch te kijken naar jouw eigen relatie met je moeder, omdat je weet dat ze het zelf ook zwaar gehad heeft, He, omdat ze misschien veel heeft meegemaakt. Of omdat je het gevoel hebt dat je het niet kan maken om jouw relatie met je moeder kritisch te bekijken. Wat ik in de praktijk zie is dat het helpt om los te komen van het concept schuld. Ik geloof dat schuld niet bestaat. Verantwoordelijkheden nemen wel, maar schuld niet als je het kan zien in de context van oorzaak en gevolg. Je hebt beperkt invloed op de dingen die je overkomen. Maar het is wel je eigen verantwoordelijkheid hoe je daarop reageert. Ja, er zijn mensen die hun hele leven slachtoffer blijven van anderen. Bijvoorbeeld omdat iemand je teleurgesteld heeft of omdat je je in de steek gelaten voelt. Nou, zelf in slachtofferschap blijven zitten is eigenlijk een extreme vorm van angst. Verantwoordelijkheid nemen vergt soms moed. En het vergt ook dat je je eigen rol en aandeel kan zien in wat je hebt meegemaakt. Het zit ook letterlijk in onze taal. Je hebt iets meegemaakt. Het is een co-creatie waar je onderdeel van bent. Als jij er niet was geweest, had je het ook niet meegemaakt. En ook dat gaat niet over eigen schuld, dikke bult. Maar over bereid zijn je eigen aandeel te nemen in een co-creatie. En jij hebt ontvangen van je moeder wat ze je kon geven. En soms is dat alleen het leven. En had ze je verder niet veel te bieden. Maar het leven is al een enorm geschenk. En je hebt misschien dingen verlangd van haar, maar niet gekregen. En soms begrijp je waarom ze jou dat niet kon geven. En dan voelt het alsof je daarom niet mag voelen dat je iets gemist hebt van haar. Maar dan blijf je onbewust nog steeds voor haar zorgen. Dan hou je dat in stand. Omdat jij liever die last van het tekort zelf blijft dragen om haar te ontzien. Je verantwoordelijkheid nemen voor jezelf gaat over dat proces aangaan. Je moeder kan een zwaar lot hebben en niet in staat lijken haar eigen lot te dragen. En als kind draag jij dan, via die onbewuste loyaliteiten en patronen, je draagt dan onbewust wat je moeder niet kan of wil dragen. Maar die last is te zwaar voor jou. Je kan namelijk alleen je eigen lot dragen. Daar ben je sterk genoeg voor. En gek genoeg geeft het juist kracht en waardigheid als je jouw moeder haar eigen lot laat dragen. Als jij jouw eigen plek als dochter inneemt. En het geeft jou en je moeder juist kracht als je haar lot bij haar kan laten. Met liefde en respect. Jij bent de dochter. En je moeder is de moeder en niet andersom. En voor jezelf is het enorm helend om systemisch te kijken naar die dynamiek tussen jou en je moeder. Nou, ik zeg kijken, maar in een opstelling is het vooral voelen. Het gaat niet om snappen, want aan je snappertje ligt het niet. Als je met snappen belemmerende thema's kon oplossen, dan had je dat al gedaan. Nou, mijn moeder is anderhalf jaar geleden overleden. En we hielden veel van elkaar, maar wij konden dat nooit goed naar elkaar uitspreken. Mijn moeder is geboren in 1938 en kwam uit een gezin waar de kerk ook van grote invloed was op hoe je moest zijn en op hoe je je moest gedragen. En mijn moeder heeft bijvoorbeeld in de hongerwinter als zesjarig meisje een hele tijd doorgebracht bij twee verschillende pleeggezinnen in Friesland, omdat er in Rotterdam geen eten meer was. Achter op de fiets is ze door een oom weggebracht. Gescheiden van haar zus en broers en van haar ouders. En ik weet ook dat ze in een van die pleeggezinnen echt als een tweede-rangs kind werd behandeld. Mijn moeder had bijvoorbeeld hele lange vlechten, waar haar eigen moeder altijd heel goed voor zorgde. Maar het eerste wat die vrouw in het pleeggezin deed, was die vlechten eraf knippen. Nou, mijn moeder heeft dat verhaal de rest van haar leven nooit meer zonder emotie kunnen vertellen. Dus dat is ook een voorbeeld van een. Ja, waarschijnlijk onschuldige gebeurtenis. die een enorme impact heeft op dat kleine meisje. En ondanks dat mijn moeder 82 geworden is. Heeft ze, is ze daar soort nooit overheen gekomen. Dus dat kleine meisje in haar, in die pijn, in die afgescheidenheid. Die, ja, al die emoties die daar waren. Uh, heeft zij tot op. Uh, ja, hoge leeftijd gewoon in zich gedragen. En als ik terugkijk op wat ik weet van mijn moeders leven, dan zie ik een hele hoop oorzaken die grote gevolgen hebben gehad voor haar. Op hoe zij zichzelf zag, op de man die ze heeft uitgekozen, die uiteindelijk mijn vader geworden is. Op hoe hun huwelijk was. En welke keuzes zij gemaakt heeft. En ik voel ook hoe dat mij weer gevormd en beïnvloed heeft. Hè? Zowel in de vorm van hulpbronnen die mij kracht geven. Als in de belemmeringen die wij als moeder en dochter in onze relatie hebben ervaren en in ons vermogen om ons te verbinden met onze eigen kwetsbaarheid, maar ook met elkaar. Ja, en zowel op bewust niveau in onze omgang met elkaar, maar nog veel meer op dat onbewuste stuk. Ja, en juist omdat die onbewuste invloed zo groot en onvermijdelijk is. Gaat het bij een familieopstelling helemaal niet over hoe je met elkaar omgaat in het dagelijks leven, of dat iemand nog leeft of al overleden is, of dat je nog contact hebt met elkaar of niet? Het zijn bewegingen en invloeden op zielsniveau, onzichtbaar in je dagelijks leven, maar van grote invloed op jouw eigen keuzes, op je overtuigingen, op je successen en je belemmeringen. Nou, gisteren was het dus Moederdag. Um, althans, als ik dit opneem, was het gisteren Moederdag. Ik weet natuurlijk niet wanneer je dit hoort. Maar op Moederdag hebben wij de as uitgestrooid van mijn moeder op een mooie plek. Er was een strak blauwe lucht. Het was een zonnige dag. Het was een plek waar veel mensen waren. Maar wonder boven wonder, toen wij afscheid namen en gingen uitstrooien, waren alle mensen zo ver weg van ons. Dat wij niemand tot last waren en niemand was ons tot last. En ik vond dat zelf een hele mooie gewaarwording. Want ik had vooraf aan het universum gevraagd of we het uitstrooien alsjeblieft in alle rust en ontspanning mochten meemaken. Dus voor mijn gevoel was die synchroniteit helemaal met ons. En het was echt mooi om te doen. En door al het innerlijk werk dat ik heb gedaan, voelde ik me ook echt ontspannen en dankbaar en vol liefde voor mijn moeder. En ik gun jou dat ook, omdat het innerlijke rust geeft voor jezelf en voor je kinderen. Alles wat jij zichtbaar maakt en wat er mag zijn, wordt in beweging gezet om te helen. En het levert je op dat je zonder schuld of schaamte je eigen plek kan gaan innemen. En je maakt makkelijker verbinding met je lichaam en met je eigen kwetsbaarheid. En je zal ook minder snel getriggerd worden van buitenaf. En je put dan onbewust uit de kracht, uit de lijn van vrouwen van generaties voor je. Merk jij nou dat jij telkens tegen een bepaald thema aanloopt? Hè? Op het gebied van je eigen grenzen bewaken? Of angst om te falen? Of als je je eigen ruimte niet inneemt? Als je geen nee kan zeggen? Als je het gevoel hebt dat je goedkeuring van anderen nodig hebt? Of weinig compassie ervaart voor jezelf? Of misschien voel je schuldgevoelens of schaamte. En wil je hier eens systemisch naar kijken, zodat je een helende beweging in gang kan zetten. Nou, binnenkort ga ik data bekendmaken waarop ik opstellingsdagen ga organiseren, waaraan je kan meedoen. En dat doe ik in een kleine groep en dat zal plaatsvinden in de buurt van hoofddorp Schiphol. Nou, mocht je na het luisteren van deze podcast geïnteresseerd zijn en wil je hier meer van weten, of heb je al interesse? Om je aan te melden voor de wachtlijst, stuur me dan even een DM via Instagram via @healthfulness.nl of mail even naar info@healthfulness.nl. Dan ben je de eerste die het hoort, zodra je je kan aanmelden.